witloof, hydrowitloof, maar witloof in het algemeen graag in een positief daglicht stellen. Wij krijgen de laatste jaren toch veel te horen van goh, het gaat precies niet zo goed in de witloofsector. En wij willen dat eigenlijk een beetje weerleggen. Wij willen witloof graag in een fleurig daglicht stellen. Het is een fenomenale groente, super lekker. Op en top Belgisch hier ook. En vooral de jeugd ook leren kennis maken met witloof. Want ondanks dat het soms een beetje bitter is, kan je witloof op zoveel verschillende manieren klaarmaken dat eigenlijk iedereen het lekker kan vinden. Mijn man is een ondernemer in hart en ziel. En die was al een paar jaar op zoek naar een bedrijf om over te nemen. Gepassioneerd door voeding en heel belangrijk voor hem was zijn eigen productie. Bepaalde bedrijven gezien, maar het was totdat we hier waren dat hij pas zijn klik gevonden heeft. Ja, hij kwam hier binnen, hij zag die oogstlijnen en het klopte. We hebben dit bedrijf nu 3 jaar geleden overgenomen. En ja, we zijn erin voor de long run. We gaan hier nog zeker 20, 30 jaar staan. Met plezier.